We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond en nacht komen er enkele buien voor in het kustgebied, die mogelijk gepaard gaan met onweer. In het binnenland vallen er ook buien, soms met onweer. Aan het eind van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan in vooral bosrijke gebieden. Morgenochtend is er kans op een regenbui in bepaalde gebieden. Gedurende de middag kunnen er lokaal perioden met buien en enkele geïsoleerde onweersbuien plaatsvinden. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er enkele kortstondige zware buien kunnen plaatsvinden in het binnenland.